Hallo daar, welkom terug op mijn kanaal. Dank jullie wel om me te vergezellen bij deze video. Is het jullie eerste video van mij? Welkom en bedankt om op de video te klikken. Mijn naam is Veerle en ik post wekelijks video's over budgeting, planning, de dingen die we triggeren in het leven. Ik ben 53 jaar oud en ik ben aan het timmeren voor een weg naar financiële vrijheid. Dit door middel van de cash enveloppen te gebruiken en ook wekelijks mijn budget op te maken. Is het iets dat jou ook interesseert? Aarzel dan zeker niet om op de abonneerknop te drukken. Welkom aan de terugkerende mensen. Vandaag in deze video, een korte video, ga ik mijn cash stuffing doen voor mijn vaste kosten en mijn cash enveloppen voor de boodschappen en een paar savings. Is het iets dat jou interessant lijkt? Blijf dan gerust verder kijken. Dus als ik mijn enveloppen stuf, ga ik gaan kijken naar mijn kalender. En ga ik een beetje gaan kijken of ik speciale betalingen moet doen de week dat komt of niet. Dus dat is van 12 tot 17. En ik heb dus enkel mijn Vlaamse Belastingdienst te betalen. Dit heb ik reeds in mijn sinking funds zitten. Dus daar reken ik nu niet bij mijn budget van deze week, want dat zit al apart. En voor de rest staat er nog niks op. Maar het kan nog altijd gebeuren dat ik een e-mail krijg van de een of andere rekening. Ja, we kunnen het niet allemaal soms bijhouden. Maar tot nu toe ziet dat er wel vrij goed uit. Dan ga ik ook gaan kijken naar mijn budget sheet van deze week. Dus van zondag 11.09 tot zaterdag 17.09. Ik heb dus mijn gemiddelde van mijn weekinkomen, mijn vaste kosten, dus de jaarlijkse grondlasten. En dan heb ik mijn binder van de vaste kosten die ik wekelijks stuf. Mijn cash enveloppen en mijn savings. Dus dit ga ik van de bank halen en dan kan ik stuffen. Ik heb het hier al klaargelegd en totaal deze week is een bedrag van 400... Hoeveel was het nou ook weer? Jeetje mina, mijn spiekbriefje. €445 die ik hier al klaar liggen heb. Ik ga beginnen met mijn binder. Dit is ook eentje van Filofax voor de mensen die het interesseert. Deze is soms in afprijzing, maar ik vind dat wel heel mooi met deze marmeren print. Omdat ik mijn envelop wil hebben van de grondlasten. Dus deze moet morgen naar de bank, want ik moet morgen deze afbetalen. Ik heb de trekkers nog niet ingevuld en als het niet geeft voor jullie, ga ik deze samen met jullie invullen. Dus ik ga deze week €60 stuffen, want ik had nog een beetje tekort. Dus we zijn de 11e vandaag en ik ga €60 stuffen, dus 540 plus 60 is €600 en dit heb ik nodig voor alles te betalen. Oké. Dus dit zit erin. Dan ga ik €60, ik ga een briefje van 50 nemen en twee briefjes van 5. En dan zou ik hier dus mijn €600 moeten hebben. 100, 200, 300, 20, 40, 60, 80 is 400. 20, 40, 60, 80, 90 is 500. 550, 60, 70, 80, 90 is €600. Dus ik ben heel blij dat ik dit bedrag heb kunnen samensparen. Ik ben daar nu meer dan een jaar mee bezig, denk ik. Dus van januari ben ik begonnen tot nu september. Dus het is eigenlijk minder dan een jaar. Maar dat is een rekening die jaarlijks terugkomt. Dus dit jaar ga ik daar wel vroeger mee starten. Dat mijn maandelijkse stortingen toch geen €90 moeten zijn. Want dat is een hele hoop, zal ik maar zeggen, die wegloopt met jouw budget. En het is iets dat je moet betalen. Dus het is zeker een need. Oké. Dan ga ik mijn binder nemen van de betalingen. Dus dat is eentje die ik wekelijks stuf. Wat moet ik vullen? Gezondheid is gevuld voor deze maand. De pets krijgt €20.
En deze trekkers zal ik dan invullen na de video, een beetje tijd te besparen. Dus 20, briefje van 20. Zo. En dan heb ik hier 50, 70, 90, 110, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 205. Dus dat is een mooi totaal voor als ze iets nodig hebben, de beestjes. Kleding, deze krijgt ook 20 euro, was ook nog niet volledig deze maand. Dus dan heb ik hier 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 50, 60, 70, 175 euro in zitten. Maar ik moet nog een betaling doen, van vorige week eigenlijk al. Dus ik ga dat deze namiddag doen. Car repair, ja, dat is een heel verhaal. Ik ben van de week erachter gekomen dat er een serieuze kost is aan de auto. Het is de serieuze kost doen of een uitkijken naar een andere auto. Hier bij ons noemen ze dat een joint de culasse. Ik weet niet of dat het mooie Nederlandse woord is, maar dat is dus eigenlijk iets van de aandrijving van je motor die verkoeling nodig heeft, bla bla bla. Ik ga daar niet te technisch in worden, want ik heb er zelf geen verstand van. Maar het gaat veel geld kosten. Dus woensdag gaat de auto naar de garagist en kijken wat er kan aan gebeuren. Fingers crossed dat het al bij al nog gaat meevallen. Positief denken, hè? Oké, dus deze week ook 20 euro. Dat ik toch al een beetje een spaarpotje heb voor het geval. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200. 220 deze week in car repair. Back to school. Deze krijgt ook 20 euro. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 90, 200. 210, 215. En ik heb hier eigenlijk nog niet moeten uitnemen. Ik moest normaal gezien een boekentas gaan halen voor de jongste. Maar er lag hier nog eigenlijk een rugzak van een of ander kamp. En hij vond dat mooi en hij wil deze gebruiken. Dus win-win, hè. Ik hoef hier geen geld uit te nemen. En hij heeft een boekentas die hij leuk vindt om naar school te gaan. Gifts krijgt ook 20 euro deze week. Zo. 20, 30, 40, 50... 60 euro in gift voor als er iets van geschenkje moet gekocht worden. Hè? Mijn supplementjes, deze is gestuft voor heel de maand. Maand vooruit krijgt zijn wekelijkse 25. Deze kan ik vlug aanduiden. Hè? Dat duurt niet lang, 25. Briefje van 20. En een briefje van 5. Zo. Dan hebben we hier 100. 20, 40, 60, 80 is 200. 50, 70. Oei. 70. 90. Damn. We moeten net beginnen. Oké. Erbij. Het zat niet juist. Rukkemotie. 100. 20, 40, 60, 80 is 200. 20, 40, 60. 70, 80, 90 is 300. 350, 60, 70, 80, 85. 385 is ook al een heel mooi start voor maand vooruit. Altijd leuk als je weet dat je iets hebt voor al jouw niets te betalen. De dingen die je moet betalen om te leven. Persoonlijk, deze krijgt 15. Het zal briefjes van 5 zijn. 15, 15.
En dan heb ik hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 euro in. Nice. Blij, blij. De boodschappen, de sinking funds, dus ik had hier al een deeltje in gestuft. Ik heb er nog niet nodig gehad, dus deze week krijgt hij ook 50 euro. Als jullie mij al een tijdje volgen, dan weten jullie dat ik 150 in de maand hierin steek. Maar dat ik het nu deze keer niet volledig in één keer kon doen. Dus het is in deeltjes. Dus hier zit nu 100 euro in. En de volgende stuffing zal het dan de laatste 50 euro zijn. En kapper, deze is ook volledig gestuft voor deze maand. Dus dat is ook goed. En dan had ik eigenlijk nog iets voor self-care. Maar daar heb ik nog geen envelop voor blijkbaar. Dus ik ga een keer moeten kijken naar mijn andere binder. En daarvoor ging ik ook 20 euro terug stuffen voor mijn self-care. Dus ik ga deze hier nu voorlopig steken. Zodanig dat ik op het einde... Dat het klopt, hè. Want anders ga ik geld over hebben, zoals gewoonlijk. Oké, de boodschappen. De wekelijkse boodschappen krijgen 150 euro. Morgen ga ik naar de winkel. Voor onze wekelijkse boodschappen. Deze namiddag ga ik nog mijn mealplanning maken. En dit is de envelop van Kids and Fun. Hier heb ik nog 15 euro in. Dus we hebben er al een beetje uitgenomen. Maar deze week wordt hij nog niet gestuft. Dat zal pas volgende week zijn. Zo. En dan voor de savings van de kids. Wout. Ik heb nog steeds niet gegaan voor het op de bank te zetten. Maar het zal mij wel een keer lukken. Wout krijgt in totaal 15 euro. Dus 10 euro voor zijn savings is 120. En dan 5 voor spending. En dan heeft hij hierin 10, 20, 30 euro. Deze krijgt nu niks. Dat is voor zijn verjaardag. En dan Briek. De resterende 10 euro is voor Briek. Briek krijgt 5 euro in zijn spending. En dan komt hij ook al op 20. Maar ik zou... Hij heeft gezegd dat ik zijn spending in zijn envelop mag steken van savings. Omdat hij dus een vaste computer vraagt. Nu heeft hij een laptop in school. Dus we zullen zien wat dat geeft. Hoe lang dat we daarvoor moeten sparen. Nu heeft hij al 20, 40, 60, 70, 75, 80. Vandaar dat ik hier ook de restjes insteek van mijn sinking funds boodschappen. We zullen zien wat het geeft wanneer we het kunnen behalen. Of voor wat jij dat nodig heeft, die vaste computer. Het zijn doelen. Maar soms kunnen die doelen gaandeweg nog veranderen. Hè. Voilà. Ik heb hier ook uitgemaakt dat... Ik heb hier een notaatje bijgeschreven. Ik heb dus nog een rest, mooie rest, omdat ik niet echt veel betalingen moest doen. Als deze blijft tot het einde van de week, kan ik eigenlijk van dit budget nog 200 euro gaan stuffen in mijn challenge. Van mijn, die ik normaal gezien stuff met mijn bijberoep. Maar soms heb ik een mindere week en heb ik dan ook minder cash om te stuffen. Dan kan ik dat eventueel wel gebruiken van mijn vast inkomen. Te zijn natuurlijk, ja, hoe dat het gaat lopen met mijn auto, hè. Dat zijn allemaal vragen die we gaan oplossen. Vandaag niet, maar morgen. Voilà, alles is gestuft. Bedankt voor te kijken tot op het einde van deze video. Daar helpt je mijn kanaal enorm mee vooruit. Ook wordt deze video dan gemakkelijker getoond aan mensen die op zoek zijn ook naar deze soort content. Dus bij deze doe zeker een duimpje omhoog. Dat helpt ook enorm. En dan zie ik jullie graag in een volgende video. Nog een prettige dag. Bye.